Herinnert u zich die allereerste Kia Rio nog? Nee? Nou prima, houden zo. Want daarna kwam er een veel betere Rio. En vandaag gaan we rijden met Kia Rio nummer 3. Deze nieuwe Kia Rio is een concurrent van auto's als de Volkswagen Polo en Fiat Punto. Een serieuze concurrent, want de Rio ziet er verdraaid goed uit. Hij heeft flink wat binnenruimte en een heel complete uitrusting. En ook nog een 7 jaar garantie, zoals alle Kia modellen. Je kunt kiezen uit een 3-deurs of een 5-deurs uitvoering. Er zijn 2 benzinemotoren en 2 diesels leverbaar. En daar zitten een paar zeer zuinige types tussen, waar je voorlopig geen wegenbelasting voor hoeft te betalen. Ze produceren namelijk maar heel weinig CO2. De 1,1 liter ecodiesel is zelfs superzuinig en stoot maar 85 gram kooldioxide per kilometer uit. En daarmee is hij voorlopig de CO2-kampioen. Zuinig rijden is leuk, maar het heeft wel zijn prijs. En dat merk je zeker bij de benzinemotoren in deze Kia Rio. Die komen namelijk een beetje trekkracht tekort. En bij het inhalen moet je dan echt even terugschakelen. Anders duurt het langer dan een Belgische kabinetsformaat. Dat is met deze zuinige diesel wel anders. Die is lekker soepel, heeft trekkracht in overvloed. En dan toch lekker zuinig rijden en weinig CO2 produceren. Over de rijeigenschappen van de Kia Rio hebben we verder weinig te klagen. Vering en schokdemping zijn lekker comfortabel. En schakelen en sturen, nou, een beetje gevoelloos is het wel, maar verder al met al niet slecht. In dit marktsegment mag je een heleboel binnenruimte verwachten. En die heeft de Kia Rio dan ook voorin, maar zeker ook achterin, heeft hij behoorlijk veel ruimte. De bagageruimte heeft een inhoud van 288 liter. En als je deze achterbank naar beneden klapt, dan heb je een ruimte van 920 liter ter beschikking. En een heel mooie vlakke laadvloer. Je moet alleen de bagage wel over een hoge drempel heen tillen. Van binnen ziet de nieuwe Kia Rio er prima uit. Een goed ogend dashboard met grote, duidelijke snelheidsmeter en toerenteller. De knoppen van radio en verwarming zitten goed onder handbereik. Heel apart zijn de tuimelschakelaars van de airconditioning. Mooi of niet? Dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Ze zijn in elk geval wel goed te bedienen en voelen solide aan. Zoals trouwens alles in deze Kia. Het kwaliteitsgevoel van dit merk is de afgelopen jaren heel sterk verbeterd en alles ziet er netjes afgewerkt uit. Tijdens de Auto van het Jaar test in Denemarken moet ook de Kia Rio de inmiddels legendarische elandproef ondergaan. Een pittige uitwijkmanoeuvre met 4 mensen aan boord en bij een steeds hogere snelheid. De Rio doorstaat het zonder problemen. Als het te hard dreigt te gaan, grijpt het stabiliteitsprogramma in en is er verder niets aan de hand. De prijslijst begint bij €11.695 voor de goedkoopste benzineversie. En de diesel is er vanaf €14.295. Dan hebben we het wel over het 3-deurs model, want wil je 5 deuren, dan kost je dat €900 extra. De zuinigste benzineversie en de zuinigste diesel vallen alle twee in de 14% bijtellingsregeling. Even de balans opmaken van de nieuwe Kia Rio. Het design is heel geslaagd en doet bijna Europees aan. En van binnen ziet hij er ook prima uit en bovendien heeft hij een heel complete uitrusting.